Ik weet natuurlijk wie het zijn, maar ik zou het niet kunnen raden eigenlijk als ik het niet zou weten. Geert, wel, het zijn twee monumenten uit onze vaderlandse toneel- en televisiewereld. Jode Meijer en Herbert Vlak. Ja, hier maar staan. Ik kom tot jullie. Dat is het makkelijkste. Heren van harte welkom. Jo, Wereldoorlog 2. Hoe oud was jij toen? Ik denk dat ik de enigste ben in gans de cast en van gans die zaal hier die de oorlog heeft meegemaakt. En wat is je daar van bijgebleven? Want dat tekent je toch ergens? Ja, in detail kan het niet gaan. Ik heb er heel pijnlijke ervaringen mee. Maar ook hele mooie. Als het alarm afging, droeg mijn moeder mij in de kelder. Dat weet ik nog altijd. Ik had een aansteker van mijn vader gestolen, dat weet ik nog, in de bevrijding. Een zilveren, een prachtige zilveren. En ik heb die geruild met een Canadees, die zo'n koperen circuitje naar die ging. En mijn aansteker ging dus niet, maar was van zilver. Heb ik dat gewisseld met een Canadees? Dat is ook iets dat ik weet. En wat ik ook mij levendig nog zie voor mij, dat is de bevrijding. Vrouwen die hun haren afgeknipt werden. Meubels van de collaborateurs, meubels die op de straten werden gegooid. Ik herinner me er heel veel van. Maakt deze spektakelmusical het dan extra speciaal voor jou? Ja, die oorlog voor mij is toch een voeding, een stuk voedsel voor mij, om die rol die ik moest spelen, de Leon, om die rol te bevruchten. Ik denk dat dat kan en zal helpen. Klinkt heel mooi. Herbert, hoe ga jij je verdiepen in de rol? Heb jij er een bepaalde connectie mee? Ja, die oorlog heeft bepaald dat ik hier sta. Ja. Mijn vader heeft de bevrijding gedaan, ja, als Brit. En voilà, dat is een liefde die ontstaan is toen tussen mijn moeder en een nomadie veteran, D-Day plus 12. En ik heb dat heel mijn leven, heb ik daddy daarover horen praten en mijn moeder ook. En, ja, hij was geen verzetsleider, maar hij was soldaat en dat raakt me heel diep. En daarom motiveert mij dat ook om dit te doen. En hoe we dat gaan doen, die andere rol van Leon, ik vind het heel spannend om samen met Jo, waar ik zo respect voor heb en bewondering, om dat te dubbelen. Ja, en, zoals we dat al bijna 50 jaar doen, de partituur, onze Frank en met de cast de dingen laten ontstaan. Ik heb er heel veel goesting in, ja.